Yo! We zijn met een nieuwe video. Ja, vandaag gaan we het ijsspel spelen. En met eieren. Die eieren gaan we mooi omruilen voor iets wat meer waarde heeft. En we staan... Hopelijk. Hopelijk iets wat meer waarde heeft. Oh. Dat is een beetje bij de molen. We staan bij de molen. En ze hebben ons al van harte welkom geheten. Dus we gaan eens kijken. Nou, we hebben twee eieren. En die gaan we omruilen. Voor een kilo meel. Van de koekemeel. Van de koekemeel. Doe dan. Ja, helemaal super. Alsjeblieft. Dankjewel. Ja, ja. Twee eieren. Dank je. Dankjewel. We houden ze warm, dan komt het misschien eruit ook. Ja, dat zou ik zeggen. Ja. Ja. Voor jouw keuken zien we. Mensen, we hebben een peer voor een, ja, een fruit. Pant! Fruitmandje. Pompoenetje. Mensen, we hebben een pompoen voor een peer. Een eetbare pompoen. Yo, zijn we weer. Ja. Zoals bekend hadden wij dat pak meel, maar dat hebben wij nu geruild. Voor een armbandje. Ik vind hem niet slecht, ik vind het een goede ruil. We gaan maar eens heen maken. Altijd. Ja. Oké, mensen. We hebben een pot waar je van die Senseo dingen kan doen. En die hebben we net kunnen ruilen voor een eetbare pompoen. Echt. Ja. Best wel vreemd. Yes. Senseo. Wij hebben net geprobeerd om dit ding te ruilen tegen dit ding. Maar ze hoorden deze niet. En we kregen deze gewoon super gratis mee. Het prijskaartje staat nog op, nog nooit gebruikt. En moet je maar eens even kijken hoeveel die waard is. €21,90. En de data Jackpot. Staat er nog bij. Tom, in ieder geval, jullie worden zo ingemaakt. Zo hard ingemaakt. Zo, wat is jullie duurste voorwerp? Het duurste voorwerp wat wij nu hebben is een citruspers. Een elektrische citruspers. Elektrische citruspers? Ja. Hoe duur? Hoe duur is die? Ja? Rond de 4 euro. 5 euro, 4 euro. De olie kan van het kruidvat. Ja. Ja. En hij is €21,90 waard. Ja, maar wie wil er nou een oliekan? Ja, oké, okay, dat moet je niet zeggen. Olie. Ja, wat je op de tafel kan zetten waar je een beetje olie in kan flitsen. Dus je moet eerst olie kopen om dat ding te laten werken. Ja, maar dat maakt helemaal geen kut uit. Het is €21. Het is niet praktisch, Maurits. De dispersen zijn praktisch. Wij denken slim. Jullie denken slim. Oké. Nou, succes hè? Maar ik ga weer geweld. Dus, waar waren we? Bij een armbandje. Een armbandje. Bij een citruspers. Bij een citruspers, ja, inderdaad. Een elektrisch citruspers. Ja, full automatic, hé. Oké, nou, dat. Nou, snel maar door. Nou, we hebben dus net gehoord dat onze tegenstanders dus ver vooruit zijn gegaan. Dus wij gaan nu ook proberen. Ver vooruit. Die money omhoog te krikken. Je moet gewoon paarden gaan leggen. Ja. Nou. Later. Oké dan. Dit is onze kleine verzameling. Hoi Roman. En we hebben nu ook dus nog mais erbij. Nee, kijk dan. Tom Ivo, we geloven helemaal niks van jullie nog steeds bij die, wat was het? Citroenpers. Citroenpers ding zijn. Jullie zijn sowieso ver, maar je weet, wij zijn veel verder. Maak jullie af. Wij hebben een citruspers. En dat mag dus betekenen dat Maurits gewonnen heeft. Oh Maurits, laat me meteen even zien wat jij hebt. Ik vind nu wel dat ik alle recht heb om eerst mijn citruspers te showen voordat ik onder gegooid word. Ja, ja? Oké, okay, dat vind ik een heel goed idee. Ik word heel erg zwaar.
ooit op vrijstaan. Ja. Ik heb zelf ook nog niet in zo'n gekeken. Wij krijgen altijd ook confetti, denk ik. Ja, we gunnen jullie dat we de confetti. Mag ik dus met alle vreugde zeggen dat er een vies bruin puntje boven gaat zitten? De onderkant is smerig. Let me see, bitch. En dit is allemaal te danken aan de snuffelhal. Hebben jullie bij de snuffelhal gehaald? Ja. Oeh, dat ding van 30 euro hebben we ook bij de snuffelhal gehaald. Let's begin in die shit. Oh, dat voelt eigenlijk helemaal niet veilig ofzo. Kom op, zullen we die jas even uittrekken? Nee. We gaan lekker op. Nou, dit was mijn eigen verhaal. Tot de volgende keer.